En dan is het tijd om het heel even uitgebreid te gaan hebben over het nieuwe televisieprogramma dat er morgenavond aan gaat komen. Gelukzoekers! Ja! Oh, leuk! Gelukzoekers, jouw programma, Imke. Nog even heel kort, waar gaat het over? Zoek toch naar geluk. Waar haal je geluk uit en wat is geluk eigenlijk? Nou, dat is inderdaad dat kort en bondig waar het over gaat. Ja. Elke aflevering staat ook in een bepaald thema. Meestal is dat geluk en nog iets. Precies. En de eerste aflevering is geluk en keuzes. En in die aflevering staat eigenlijk één dame centraal. Namelijk Verona de Waal. Ja. Nog even zonder te benoemen welke keuzes zij heeft gemaakt. Kun jij kort iets vertellen over wie Verona is? Ja, Verona is een hele knappe vrouw. En die heeft, vroeger is zij eigenlijk opgegroeid in een best wel een strenge omgeving, zeg maar. En daar is zij een soort van uitgestapt. Maar in welke zin? Dat is dus de keuze. Sorry, die ja, sorry, maar in welke zin streng dan? Religie of... Religie, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ze zat inderdaad, ze is opgegroeid in een gezin van Jehovah-getuigen. Ja. Ik heb heel even een klein fragmentje uit je uitzending van morgen over dat ze vertelt inderdaad over die gemeenschap waar ze in is opgegroeid. Dus komt-ie aan. Want kun je me vertellen, hoe zag jouw leven er eigenlijk uit van je 0 tot je 16e? En in hoeverre is dat toen veranderd na je 16e? Ja, voor mijn 16e, als ik terugdenk, is het heel strak, heel streng. En vooral een hele grote dubbele agenda. Dat ik gewoon heel vaak voelde dat mensen iets zeiden en iets deden. Mm-hmm. Maar ik voelde iets totaal anders. En dat is natuurlijk vaak in dat soort omgevingen die heel religieus zijn en die echt vanuit een bepaald dogma gewoon leven. Omdat dat dingen gaan nou eenmaal niet op voor alle mensen. Ja, dat was dus Verona over haar jeugd. Je hebt het interview natuurlijk met haar afgenomen. Ja. Kun je vertellen hoe dat verder is gegaan? Want ze voelde zich dus niet op haar plek. Ja, precies. Dus toen heeft ze eigenlijk besloten om dus weg te gaan. Dat heeft ze eigenlijk stiekem gedaan. Dus op haar 16 is ze eigenlijk vertrokken vanuit haar gezin. En is ze eigenlijk de wijde wereld ingestapt. En toen is ze modellencarrière gestart. Maar zij is echt van helemaal ene kant van de wereld, zeg maar, helemaal een keerzijde heeft zij gemaakt. Omdat zij voelde zich gevangen eigenlijk in haar eigen omgeving. Dat is dan best wel een stap op te zetten natuurlijk. Een hele, hele heftige stap. En dat is ook echt wel een beetje hoe zij nu leeft. Van, zie geen beren op de weg, maar ga gewoon voor jouw eigen geluk. En dat is heel mooi, wat zij heel erg... Moeilijke, maar moedige keuze. Ja. Ik heb nog heel even een klein fragmentje inderdaad waarin ze vertelt over dat ze op een gegeven moment bij de ouders wegging. Toen de dag eigenlijk dat je vertrok, kun je dat nog herinneren? Dat ja, je heel goed. En had je dat dan weken van tevoren had je dat dan gepland, hoe je dat dan ging doen? Nee, ik heb eigenlijk gewoon het moment afgewacht. Omdat mijn ouders op dat moment, dat was op een maandagochtend, waren ze allebei weg. En mijn moeder was meestal thuis, dus dan werd het ingewikkeld om te gaan. En op een gegeven moment was ik maandagochtend, ik was vrij van school. Mijn zus was aan school, mijn vader was aan zijn werk en mijn moeder was ook niet thuis. En toen dacht ik van ja, nu moet ik gewoon gaan. Mm-hmm. Nu moet ik het gewoon doen. En toen, het moment dat je ging, wat gaat er dan door je heen? Is dat dan een gevoel van vrijheid of is het meer angst? Ja, opluchting. Nee, echt totale opluchting. Ja. En dat gevoel heb ik eigenlijk mijn hele leven wel bij me gehouden. Mm-hmm. Dat sommige dingen, aan de ene kant, je laat heel veel los. Dat is natuurlijk echt gewoon zo, hè? Je laat heel veel los. Ja. Maar je weet ook niet wat er nog allemaal op je ligt te wachten natuurlijk. Hè? En als je maar in zo'n gebaand pad blijft lopen. Ja, weet je, ik denk altijd, ja, je leeft maar één keer. Je bent nu hier. Dus voel goed bij jezelf. Ben ik gelukkig? Is dit wat ik wil? Ja, ze vertelt het alsof ze in de supermarkt moet kiezen tussen het aanmerk of het huismerk. Maar absoluut. Het is een hele grote keuze. En niet alleen omdat het weglopen bij je ouders is in principe. En bij die hele gemeenschap. Maar ook omdat het weglopen is bij Jehovah's getuigen. Ja, en ook omdat het weglopen is. Ze gaat ergens naartoe waar ze eigenlijk... Ze heeft niks eigenlijk op dat moment. En ze gaat naar een wereld dat helemaal onbekend is voor haar. En die keuze heeft zij dus gemaakt. Nou, dat heeft ze dus echt gedaan vanuit... Omdat zij zich dus niet gelukkig voelde. En dat is heel dapper. En dat... Nou ja, om nog even te benadrukken hoe dapper dat is. Want ze vertelde op een gegeven moment, ze heeft ook meegedaan inderdaad aan het programma Het Mooiste Meisje van de Klas. Klopt. Daarin heeft ze dit verhaal ook verteld. En daarin vertelde ze dat ze op een gegeven moment, nadat ze was weggelopen, is ze nog één keer teruggegaan naar de ouders om wat spulletjes op te halen. Ja. En toen heeft haar moeder dus gewoon in haar gezicht gezegd van, joh, jij bent weggegaan bij God, dus voor ons besta je niet meer. Ja. Het zal je maar gezegd worden, door je moeder. Het zal je maar gezegd worden dat je dan eigenlijk gewoon helemaal niet meer bestaat voor je eigen ouders. Waarvan dat eigenlijk de mensen zijn die het meest moet vertrouwen in je leven. Er is ook gewoon geen weg meer terug dan, dus nee, eigenlijk. Precies, en dat was er ook niet voor haar. Nee. Maar ze is heel gelukkig door geworden. Ja, uiteindelijk. Absoluut, ja.
Heel erg mooi. Nou ja, we gaan het allemaal zien morgenavond in het programma Gelukzoekers. De eerste aflevering op RN7 vanaf 6 uur. En dan elk uur te zien. En ik denk dat we maar één liedje nu toepasselijk kunnen draaien. Dat is de liedermuziek van dit programma. Om lekker in de sfeer te komen. En die komt van de Duitse zanger Sascha. En het is Lucky Day. You're looking lost. Ik hoorde het laatste verhaal van een man. Die had onze vorige video gedeeld. En die dacht, nou werd hij multimiljonair. Dat klinkt als muziek in de oren. Ik zeg niet dat het er iets mee te maken heeft, maar ik, ja. Probeer het gewoon. Liken, abonneren, delen met iedereen die je kent. Iedereen. En wie weet,